elkaar in zitten zingen op de brommer. Blind voor alle narigheid en kommer. Stralend scheurt ze langs de jonge struiken. Alles staat op springen en ontluiken. Niets dat haar kan raken of ontrieft. Waarom niet, daarom niet, kijk. Karin is verliefd. Ze heeft vlinders in haar buik en kriebels in haar bloed. En alles om haar heen is roze rood en suikerzoet. Maar ze weet niet wat ze ermee moet. Want het is lastig hoor, wanneer je 16 bent. En jij beseft opeens dat jij jezelf totaal niet kent. Er staan maar bitter weinig boeken op je lijstje. Over de liefde van een meisje voor een meisje. Want de hele wereld is nou eenmaal hetero. En ze heeft altijd geleerd, dat is maar beter zo. Marco loopt wat zorgelijk op huis aan. Het lijkt soms of de vlammen bij hem uitslaan. Meestal is hij nogal levenslustig. Maar nu is hij jankerig onrustig. Mocht hij maar van school af alsjeblieft. Waarom dan, daarom man, kijk. Marco is verliefd. Hij heeft krampen in zijn maag en steken bij zijn hart. En alles wat hij denkt maakt hem onzeker en verward. Marco is verliefd op Eduard. En dat is lastig hoor, met amper 17. Hij heeft op school alleen maar vriendjes met vriendinnetjes gezien. Hij kent geen lied waarin er wordt gezongen over de liefde van een jongen voor een jongen. Je hoort de hele dag wel love songs on the radio, maar de hele wereld is nou eenmaal hetero. Elke dag opnieuw geschiet het wonder. Iemand vindt een ander mens bijzonder. Dat is meteen ook het mysterieuze. Want het is beslist geen vrije keuze. Maar er is waarachtig niks mee mis. Waarom niet, daarom niet, kijk. Liefde, dat is het mooiste dat er is.